Opnieuw is in Breda een overval op een woonhuis gepleegd. Een man overviel een 50-jarige vrouw in haar achtertuin in de Bastenakenstraat, beroofde haar van een geldbedrag en sloot haar op in de meterkast. De lege straat verraadt niets van wat er hier donderdagochtend is gebeurd. Een overval in je eigen huis, de plek waar je je veilig zou moeten voelen. Ruw verstoord door een gewelddadige overvaller die nu nog steeds ergens vrij rondloopt met een nog onbekend geldbedrag dat hij uit het huis heeft gestolen. Weet u wat er gebeurd is? Ja, mijn vriendin die is overvallen hier in de straat vanochtend. Wat is er precies gebeurd? Er is een man over de schutting gekomen en die is, terwijl zij thuis was, naar binnen gegaan via de achterkant in de keuken. En mijn vriendin is met een mes bedreigd. En hoe is het nu met uw vriendin? Ja, slecht. Helemaal over de toeren. Dus, maar niet gewond? Ze is niet gewond geraakt, nee. Ze is wel flink over de toeren en haar zoontje was thuis. Dus ja, ze had eigenlijk maar één doel en dat is zorgen dat ze niet bij haar zoontje zouden komen. Bent u ook erg geschrokken? Ja, ik ben zelf ook geschrokken. Ik heb nou zelf ook zoiets van, ik loop iedere keer die achterdeur te controleren. Te kijken of die inderdaad wel op slot is. Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar... Nee, helemaal niet. En dat zoontje, daar zijn ze niet bij geweest? Nee, die lag boven te slapen, die was ziek. Heeft u mensen ook in de buurt gesproken hierover? Nee, ik heb wel eventjes de buurvrouw van daarnaast, die is wel eventjes ook binnen geweest. Maar ja, je kunt er in feite niet meer van zeggen van ja, god wel erg en goed opletten zelf. En nu, wat gaat u nu doen? Extra sloot op de achterdeur of niet? Er zitten al extra sloten op. Er zitten al rolluiken voor, dus meer kan ik in feite niet doen. Het slachtoffer zelf wilde niks zeggen voor de camera, net zo min als andere buurtbewoners. Maar één ding is wel duidelijk, de schrik zit er goed in de Bastenakenstraat in Breda.